Zoeterwoude kende een heuse babyboom in het jaar 2021. Nergens in de provincie werden er zoveel baby's geboren als in dit dorp. Zoeterwoude zag een stijging van maar liefst 25 procent. Goed nieuws, volgens burgemeester Fred van Tricht. Ik vind het vooral blij nieuws voor, voor iedereen, voor, voor de ouders... Uh, voor ons als Zoeterwoude, hè, we kijken naar de toekomst. Uh, heb je toch nieuwe aanwas uh, nodig? Ja, en, 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 en baby's, ja, dat is uh, het toppunt van nieuwe aanwas natuurlijk. Dus wij vinden dat hartstikke leuk. En we doen ook ons uiterste best om die kinderen, die nieuwe kinderen, die nieuwe aanwas... een mooie toekomst in Zoeterwoude te geven. Waar de babyboom precies vandaan komt, lijken de Zoeterwoudenaren nog niet precies te weten. Ja, de een zegt corona, de ander zegt dit, de ander zegt dat. Nee, dat ze zelf weten allemaal, vind we wel maar... Ja. Maar ik vind het wel uh, heel leuk. Ja, ik denk dat als mensen meer tijd voor elkaar hebben en uh, ook als koppel, dus dat je niet uh, s'avonds allemaal uh, andere dingen gaat doen, dat je uh, ja, misschien tot de conclusie komt dat je een stap verder wil, of uh, meer aan het oefenen bent. <laughs> Al die nieuwe baby's zorgen niet alleen voor slapeloze nachten bij de ouders, maar ook bij de burgemeester. Het is in die zin toch wel een beetje onverwacht. Want je gaat, als je een nieuwe school gaat bouwen, ga je kijken van nou op hoeveel leerlingen kunnen wij rekenen. En dan zet je een school neer en dan blijkt uiteindelijk toch dat er meer kinderen geboren worden dan je van tevoren gedacht had. Dus dat brengt zorgen met zich mee. En uh, als je dat zo uh, doortrekt naar de school in Zoetewouden Rijndijk die we willen gaan bouwen, dan wordt dat ook weer heel lastig om in te schatten hoeveel kinderen gaat, uh, gaat Zoeterwoude nou de komende jaren krijgen. Dus het brengt inderdaad ook zorgen met, je mee, met zich mee. En ja, ook voor het speeltuinbeleid of het speelruimtebeleid moet je iedere keer weer kijken waar is nieuwe speel, zijn nieuwe speelplekken nodig? Waar moeten we ze moderniseren? Want kinderen moeten toch voldoende ruimte krijgen om, om te spelen. Ondanks de slapeloze nachten lijkt het erop dat alle nieuwe kroost zeker welkom is in het dorp. Ik vind het mooi als, uh, als het voor mensen lukt. En uh, als, uh, als er meer kleintjes komen. Ik denk dat het wel gezellig is, ook voor mijn kleintje. Ja. Heel goed, heel goed ja. En, uh, het is een gezond uh, omgeving hier. En het is een ontzettend uh, leuk dorp hier. Hoog geboren en getogen. Ik zal nooit meer weg willen, echt niet.